Ongeleerd zou ik dat ook wel zeggen. Ja! Bussenstop. Dus die lava. Alles zo. Er is het zilver. Wat? Fijne feestdagen. Nou, hang zo ik zit. Dat pantenprintje. Nee, dat zijn lekker juist. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn we? Bellygaas. De Millievloggers. En jawel, mijn vier prachtige kinderen. Zitten hier kinderen te weten kijken? Maar ik heb het ontbijt nu. Kom je lekker ontbijten? Ja. Want vandaag hebben we Luan een lange zolder, Lucilla een korte, en Luxie en Lucius gaan met papa mee op reis. Maar waarheen? Dat hoor je straks. Wat? Ja, haal dat hoor je straks. Kom maar even kijken, ik heb de tafel verdekt. Televisie lekker uit. Was leuke kindertv. Kom maar even naar de bar. Zie Lucius eens kijken met die oogjes. Kleine zoon, grote zoon. Kijk eens, goedemorgen. Goedemorgen. Komt u zitten? Aan de bar. Lekker ontbijten. Ja. Ik zeg eet smakelijk en kijk vandaag weer gezellig met ons. Oh ja, en als jullie straks thuis komen, dat zijn opa en oma. Die komen hier zo meteen weer voor de visjes verzorgen. Ja. Opa zei, het is weer kooikarpertijd, dus die komt met oma hierheen. En oma zei, ik neem... En ja, die kunnen we wel zoeken. Die kunnen we gaan zoeken. Weet je wat ik denk? Die doet een winterslaapje achter de opblaaskussens. Ik denk dat daar meneer of mevrouw... Oh, hij is wel zielig, want hij kan niet eten. Nee, zwembad niet. Ik zwembad ben ik gisteren met de stofzuiger in geweest. Niet op de stofzuiger? Nee, er zat geen kikkertje in. Maar die gaan we dan vanmiddag wel zoeken. Ja. Met opa en oma. En oma maakt... Ja, hé. Hey, en oma maakt lekkere spinazie met gehaktbal. Hey. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Papa. Maar papa. Ja. Zuster. Op die kikker. Op die rand. Ja. Die rand, ja, en ik zoek er heel dicht bij mama. Oh, ja. Oh, ja. Ik zie de kikker. Maar ik niet. Jij stak niet, hè? Nee. Met die man van kikker. Nee, ik zat er heel naast hem. Ja, leuk, hè? Hé, hey, windje. Poeken, 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 poeken. Poeken, 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 poeken. Poeken, 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 poeken. Ons beertje zit ook lekker ingepakt. Luxie en Luan en Lucilla die gaan we lekker naar school brengen. Ja. Luan die halen we straks op. En Lucilla die gaat vanmiddag spelen bij een vriendinnetje. Ja. Lucilla heeft een kort dagje, vandaar dat ze straks lekker gaat spelen. En Luan die heeft een lange dag, dus als we jou ophalen, halen we daarna ook Lucilla op. Ja. Ja? Nou, veel plezier op school. Ik ga je ophalen en dan blijf ik nog even bij verjaardag. Ja, dat denk ik wel. We komen met Luan jou ophalen. Okay. Goed? Veel plezier op school. Doe straks. Ja, Luan die heeft een lange dag vandaag. Dus hij gaat vandaag lekker naar school. En jij mag met mama en papa mee. Ja, dat vertel ik zo meteen. We zitten inmiddels weer in de auto op naar Almere. Almere. Het is Almere, ja jongens, want jullie hebben twee vlogs geleden gezien. Ja? Wat? We gaan naar Almere, naar de studio. Ja. Mama moet weer even wat inspreken. We hebben, zoals jullie hebben gezien, een paar vlogs geleden. Twee vlogs geleden. Twee dagen geleden. Hebben jullie gezien dat wij zijn gevraagd voor, tenminste ik en Lucilla waren gevraagd voor een stemmenrol in te spreken van de nieuwe film van Pieter en de Polvals. Waarin Lucilla en ik samen de rol inspreken van het vriendinnetje van Pieter, Vera. En Lucilla heeft de kinderversie Vera en ik heb de volwassen versie Vera. En hiervoor waren we gevraagd en we zijn daar toen heen geweest om dat in te spreken. Luan mocht ook nog wat stemmetjes inspreken, wat kinderstemmetjes die door de film heen kwamen en zo. Dat was hartstikke leuk. Maar mijn rol is toch iets groter nog dan de tijd die we op dat moment hadden om in te spreken. Dus volgens mij was ik zo op de helft van het inspreken, denk ik. Hè? Ja. Omdat ik ben het vriendinnetje van de hoofdrolspeler, Pieter. Dus blijkbaar heeft ze best wel veel inspreekstukjes. Dus we waren er nog niet. En het moet natuurlijk wel op de band staan, anders heb je een halverwege. Dus vandaar jongens dat wij nog even terug moeten naar de studio om mijn gedeelte nog even goed in te spreken. Zodat natuurlijk ook Vera, het vriendinnetje van Pieter, de hele film mijn stem heeft. Lijkt me zo grappig jongens, dat je gewoon straks een film ziet en dan gewoon de hele tijd je eigen stem hoort. Lijkt me echt heel gek, maar dan onder een ander iemand, poppetje. Heel grappig. Leuke echt heel grappig. Hele leuke ervaring. Molen. Oh, kijk dan. Hele mooie molen. Mooi Nederlands plaatje. Zonsopkomst. Kijk dan, de zon komt daar op. Ja joh, het is nog vroeg. We hebben daarom net de kinderen weggebracht. Die gaan vandaag natuurlijk gewoon naar school. Lucilla die heeft op vrijdag altijd een kort dagje.
Maar die gaat straks meteen uit school spelen bij een vriendinnetje. Dus die moeder die haalt Lucilla ook meteen op. Zo is Lucilla straks lekker onder de pannen als wij in Amsterdam zitten. En Luan die heeft... Oh, is echt mooi hoor. Almere. En Luan heeft een lange dag. Dus die halen we straks gewoon op als we weer terugrijden. En dan halen we meteen ook Lucilla op van spelen. En dan zijn we allemaal weer compleet. Dus dat is eigenlijk wat we nu gaan doen. En dan gaan we opa en oma de visjes verzorgen en de kikker zoeken. En de kikker zoeken, ja. Straks als we terugrijden, dan opa en oma die zijn nu bij ons huis, denk ik, nu zo'n beetje. Die komen de elektriciënt zijn weer druk bezig. De elektriciënt zijn weer druk bezig met de warmtepomp. Ja jongens, dat duurt toch best wel een hele tijd, zo'n warmtepomp aansluiten. Ik wou gisteren tennissen met een vriend van mij, maar toen deden de tennislampen niet. Ja, dus je hebt de elektriciënt, die ben ik vergeten haar aan te sluiten. Het is een hele puzzel om dat allemaal weer aan te sluiten, maar maakt niet uit. Ik bedoel, komt goed. En oh, dat is ook mooi, jongens. Sorry, ik zie allemaal mooie plaatjes nu. Moet je kijken hoe leuk met die bomen zo. Dat is ook mooi. Ja, heel mooi. Maar opa en oma zijn er dus voor de vissen. Opa die wilde nog de bak wat verstevigen. Zoals we weten zitten de vissen. Zeker. Ik ga nu nog kijken. Want volgens hem zakt die toch niet verder hoor. Ja, zoals jullie weten zitten de vissen binnen in zo'n bak. Maar de bak die was gevuld met water en opa zag dat hij een beetje zakte. Uitbolde. Nou goed, daar gingen we dus even naar kijken. En zoals jullie weten hebben we een hele lieve kikker. Die zit hier al in de vijver vanaf dat we hier wonen. En die heeft opa mee verhuisd naar binnen. Dus de kikker zat ook binnen. Alleen de kikker is uit de bak gesprongen. En nu is hij al een paar dagen niet meer in de bak gezien. Dus we hebben geen idee waar die is. Ik heb hem al een paar keer even gekeken, maar we kunnen hem zo niet vinden. En hij zit ook niet in het zwembad. Daniel heeft ook al natuurlijk een paar keer... Ik ben helemaal door het zwembad geweest. Nee, ook al een paar keer in het zwembad helemaal met de stof Excel. Heb je de kikker niet op een stofzoog gepompelen? Nee, is dat niet in de stofzoogzak? Is dat niet in de stofzoogzak, jongens? Dus de kikker zit ergens in het zwembad. En dat is natuurlijk best wel zielig, want die kikker die kan nu niks. Dus we hopen dat de kikker het nog overleeft. Deze paar dagen dat we hem niet hebben gezien. Ik denk dat hij lekker winterslaap moet. Tussen al die lichtkussens. Ja, maar hij moet toch ook met water? Moet de kikker niet... doen die winterslaapjes? Zullen de fans beter weten dan ons? Doen kikkers... Ja, laat maar weer weten onder de reacties, jongens. Wij leren ook heel veel van jullie. Doen kikkers winterslaapjes? En overleeft een kikker bij ons in het zwembad als hij even geen water heeft of zo? Ik weet het niet. Ja, eten. Ja, ze eten. Ja, maar hij kan wel vliegen eten, hè? Kikkers eten vliegen. Nou, daar zitten genoeg... Zijn er geen vliegen? Nee. Ja, misschien... Wat eten kikkers? Eten kikkers überhaupt in de winter? Nee, ik ben te slapen. Wat nou, hè? Als de kikker in de vijver had blijven zitten, dan had hij toch ook overleefd? Ja. Maar toch? Ik denk wel dat hij winterslapen doet. Ja? Of hij had dat groene algen, waar we overvloed van hadden. Die wat opa er net eruit heeft gehaald. Ja, maar we hebben een overlast aan alle. Hè? Ja, dat algen komt weer langzaam weer terug. Opa is ook weer bezig met de algen. Opa is nu een goedje aan het uitproberen of het water dan algen vrij blijft. Hij is ook weer met die vijver bezig, zodat als straks de vissen weer teruggaan, dat algen weer weg is. Zodoende jongens. Ik denk dat we straks sowieso met de kinderen de kikker gaan zoeken in het zwembad. Want dat is echt wel even een dingetje. Want dat is echt wel een beetje sneu voor die kikker. En ik vind het ook geen fijn idee dat als ik in het zwembad zwem. Dat je in de sauna. Ja, dat is opeens een kikker. Dat je een beetje naast je in de sauna zo. Ja, dan poep kom jij er opeens met de kikker. En dan kus ik de prins, de kikker, en dan word je een prins. Ja, nee, maar ik heb gisteren ook in de sauna gezeten, maar daar zat hij ook niet. Ook niet? Ik heb ook nog banen gezongen, daar zat hij ook niet. Nee. Dus hij zit echt tussen die luchtbedden, denk ik. Dus ja, we hebben achter het zwembad van die luchtbedden zitten. Jong plaats. We gaan hem gewoon straks, we gaan gewoon straks met z'n allen de kikkers zoeken. Zeg poe, loepen, 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 loepen. Nee, dan moet je. Oh, ja. Oh, dan kan je. Oh, dan moet je een foutje kikken. Ja, dan komt hij. Nee. Hier ben ik. Trouwens, een kikker wil pijn. Oké, jongens. We zinken weer te diep, letterlijk. Ja. We gaan lekker op naar Amsterdam, jongens. En jullie zien ons meteen. In de studio, ja, we gaan er niet heel veel meer filmen. Want jullie hebben er een hele vlog van gezien 2 dagen geleden. En dat zal niet heel veel meer zijn dan dat hetzelfde is dat ik op die stoel zit die stemmetjes in te spreken. Maar goed, een beeldje zal Daniel wel even maken. We hebben Luxie en Lucius mee in ieder geval. We hebben speelgoedjes mee, we hebben eten drinken mee. We hebben knutselspulletjes, tekenspulletjes mee. Picknicktas mee. Dus Daniel kan zich vermaken met Lucius en met Luxie. En dan gaan we straks weer lekker terug naar huis, kinderen ophalen. En vooral lekker spelen met de opa en oma en de kikker zoeken en spinazie eten. Dat was de planning van vandaag, toch? Ja, dan is het vrijdag einde dag, weekend. Ja, oh ja, en nog even de update voor ons busje. Waarom zitten we nog steeds in dit busje?
is mama's busje. Mama's busje. Blij dat we bij ons gezin hebben gehouden voor de aanhanger. Ja, blij dat ze twee bussen. Twee werk en mama. Ja. En ja, onze bus die heeft een nieuwe accu gekregen onder de stoel. Want die was kapot gevroren. Met vorst heb je dat vaak, dat de accu's het dan opgeven. En hij krijgt natuurlijk gelijk een grote onderhoudsbeurt. Nieuwe olie, nieuwe filters, wordt die allemaal mooi gecheckt. Dus ik ben er gisteren met nieuwe even bezig kijken. Ja. En ze waren ook helemaal gepassioneerd. Oh, wat een camperbus. Maar de monteurs waren helemaal onder de indruk van, ons, van de bus. Dit lijkt als op een idee, dit wil ik ook graag voor mijn vrouw en kinderen. Dus iedereen die daar langs komt bij de garage, die mag even de bus bekijken. Iedereen, oh wat een mooie bus. Ja. Ja, dat hebben we nog nooit zo gezien. Dus het is wel weer een trekpleister, onze bus daar. Maar goed, leuk hoor. Leuk. Trots, wel op dat ze een mooi busje hebben weten. En blij dat we hun hebben gevonden vlak naast ons huis. Ja. Want ik had de eigenaar ook al aan de telefoon. Nou, kom maar naar Rotterdam, joh. Ik zeg, maar dat is toch twee uur heen rijden en weer twee uur terug. Ja. Weet je, dus fijn dat... En hij heeft zelf ook nog gebeld met zijn eigenaar. Die keek al videobellend ook mee van, dat zit daar. En dat die weet er alles van. Want die eigenaar van onze vorige bus, van de bus, van de nieuwe bus, die heeft dat dus helemaal zelf laten inbouwen. En zelf heeft het designer. Dus die eigenaar waarvan wij deze bus hebben gekocht, die weet alles van elk de bus. Draadje, En zo, dat is gewoon heel fijn dat hij even wilde videobellen met de automonteurs waar wij die auto hebben weggebracht. En die weten er ook heel veel van, gelukkig. En dan kan hij nu mooi in onderhoud blijven. Ja, en weet je wat ook heel leuk te lezen was? Trouwens vind ik echt heel erg leuk te lezen. Dat wij andere grote gezinnen hebben geïnspireerd om ook te kijken voor zo'n camperbus. Ja, een camperbus. En we hadden al meerdere reacties ontvangen van, oh zo leuk jullie idee voor jullie bussen zien. Wij zijn ook een groot gezin met zoveel en wij hebben nu ook zo'n camperbus aangeschaft. Ideaal. Ja, super grappig. Leuk te horen. Leuk om te horen. Dus mocht je je ervaring willen delen, dat vinden we echt heel leuk om te horen. Dus, maar goed, nou onderweg naar Almere en dan zien we jullie straks in de studio. Tot zo. Zo, nou we zijn aangekomen. Ja, je hoort wel aan het geluid. In de geluidsstudio. Nou, maak hier even ons hoekje. Kan Luxie lekker gaan knutselen met broertje en papa. En dan zit hier mama alle stemmetjes in te spreken. Nou, leuk speelkleedje voor Luxie. Lekker drinken, banaantje eten. Ja, kijk eens. Jong geleerd zou het gedaan. Gaan we weer. Is dat het Luciusvosje? Ja. Ja, ik wat zeggen. Babyvosje. Jong geleerd zou het gedaan. Nou, zet hem op, zat. Ja. Geniet, ik ga met de kinderen hier in het hoekje spelen. Jij gaat lekker zinnetjes inspreken. Tot ziens. Bedankt voor de leuke opnames. We zien de film tegemoet. En bedankt, hè. Goedjes, doei doei. Zo, nou, Farah die is lekker de lange reis, de jaarmovie Augustus aan het editen. En ik dacht, we gaan over Zwolle. Ja, dan gaan we even langs onze zingende vispoer. Voor gezonde vis. Hey. Ja, goed. Ik kom uit Almere, ik denk over Zwolle. Dan rijden we natuurlijk even langs voor gezonde vis, man. Ah, lekker en gezond. Lekker en gezond. Ja, zeker. Is gelijk. Leuk dat je er weer bent, man. Hoe is die? Goed. Ja, je ziet er sportief uit. Ja, hè? We hebben er zin aan. Hey, kijkertjes thuis. We maken er wat van, hè. Hey. Gezellig. Kom met me mee. Kijk, daar heb je onze Gert. Hebben zwaai, Gertje. Gert, kom mee. Hey, op de film. Het geheim achter de deur. Ja, kijk eens. Zie je het achter de deur? Je te zien, man. Hey! Hoe is het? Ja, goed. Mag ik voor jou een lekkere zak familiekibbeling? Gaan we doen. En misschien wel opa. Ja, en ik heb ook twee elektriciens die de warmtepomp aan het aansluiten zijn. Oh. Die zich surfwerk onder de grond en op de koude dak. Een hele dikke. En een vette makreel voor opa. Een vette makreel, ja. Ja, dat is met de kooikarvertjes heen. Leuk joh! Super man! En groet aan Stefan ook voor mij, hè, van ons. Ja, dat doe ik zeker. Dat doe je wel, hè. Jongens, goeie dag thuis. Lekker en gezond. Goed en uithalen. Goed weekend en van genieten. Bedankt voor het kijken. We zien dat we door de polder gekrast hebben. Moet je kijken, joh. Dat is helemaal echt een safaribus. Nou, op naar open dan. Oh nee, de bus ophalen, want de garage belde. De bus is op. Teus aangekomen. Ik denk, ja, de auto is zo vies geworden. Die gaan we wel even wassen. Dan is hij in ieder geval weer mooi schoon. En dan de andere bus ophalen bij de garage die hier naast zit. Ja? Maar even door de wasstraat. Met deze? Dat geloof het of niet. Ook dicht bij ons huis zit de wasstraat. Hoeveel manieren in Zwolle naar de wasstraat? Nee. Gewoon een zijn toch? Ja, een nieuwe wasstraat. Ja. En hiernaast is de garage waar de zilveren bus zometeen kan ophalen. Ja, allemaal. Allemaal dicht bij huis. Ja, Luxie slaapt nog lekker. Oh, Luxie, wat is dat? Ja, dat is spannend. Lava, zegt ze. Die is nog lekker. Ja, hij was wel een beetje vies. Schrok je? Zo hebben we ook onze blauwe bus hier weer mooi schoon. Maar kijk, achter! Ja, grappig hè? Schuin. Papa, dit is dus die lavafoam.
grappig, hè? Maar volgens mij hebben ze gewoon een rood licht en dan met schuim. Een soort badschuim. Wel een leuk effect. Ik zou het bijna willen voelen. Ja. Een beetje slimy. Slime. Wat is dat ik zie? Lava. Heel lava over je raam. Grappig, ze noemen dit lavafoam, wat overheen stroomt. Oh, achter ook. Jij moet niet met je handjes in de raam. Nou, Luus is iets te wakker komen te worden. Ach, schatje. Ach, een geluidje, hè? Ja. Ja. Een lekker beertje. Een lekker beertje. Water! Ja, hard geluid, hè? Hij wordt wel goed genoeg gemaakt, hoor, jongens. Oh, is nee, een niet dat! De eerste keer dat we door de wasstraat gaan bij ons in het dorp. Maar deze gaat wel wat harder tekeer volgens mij dan die ander. Die poetst hem wat lekker. Ah. Nee, niet open doen. Haha, papa. Zo ziet het er een beetje uit daar. Die kant kan je zien. Er komt die andere auto. Zo'n hele straat. Zie je dat, Luxie? Grappig, hè? Nou, en dan wordt hij nog even lekker droog gepoetst. Wat als hij nou niet blinkt? Ik het ook niet meer. Top! Dat was een mooie straat. Hé, hey, wat leuk. Ga mama's busje mooi gratis stofzuigen. Ja, ook nog even stofzuigen. Nu we er toch zijn. Ja. Wat scheelt? Luxie ook mee helpen stofzuigen. Ja. Ja, gaan Luxie ook mee helpen. Alle kruimeltjes. Kijk, allemaal kruimeltjes op de grond. En het tekenboek nog op de grond. Ja, je tekenboek. En alle kruimeltjes op de grond. Mooie schone billen. Wauw. Nou. Hij blinkt weer. Kijk. Toch weer. Ja joh. Mooi. Hij staat aan. Nou, daar gaan we. Kijk. Wat al die kruimeltjes op staan. Nou zo, zou jouw mama bus die mooi schoon, hè? Kijk, nou doet ze de bank en de hele grond. Want de kruimeltjes, die moeten weg, Alexie. Nou, mama schone busje, hè? En tada, het busje is helemaal schoon. Wauw, schat. Weer als nieuw. Nou, halen we een zilveren busje op. Mama blauwe busje is droog en schoon naar die mama. Zo, we zitten weer in de auto. Daniel die gaat even achterin. Want deze wasstraat zit dus naast de garage waar ons andere busje staat. In ons dorp. Hoe handig. Hoe handig. Dus wij rijden nou naar de garage toe waar de bus namelijk klaar is. Daniel kreeg een belletje. Dus ik rijd deze bus naar huis en Daniel rijdt die andere bus. Oké. Ja, zo thuis. Dat moet jullie hier, hè? Nog een stukje. Schilt dit, het zit bij ons om de hoek, jongens. Rijden we voor deze bus afgelopen weken eigenlijk iedere keer naar Zwolle. Denken we als we in Zwolle zijn van, oh, gaan we meteen even langs de wasstraat. Ja, daar kwam ik dus achter toen ik de auto hier maar de, daar kwam, ja, helemaal garage was. Daniel kwam er dus achter dat hier deze wasstraat hier zit. Terwijl toen hij dus de auto die andere bus wegbracht. Dat is een straat tegenover ons huis. Ja, het is wel dat we wel eens hebben gezien. Mijn ruim, je moeder. Wat? Ruime bocht. Ja, ik neem toch een ruime bocht? Nee. Ik neem toch een ruime bocht? Ja, hé, hey, nou ik rij, hè, niet jij. Dat is mijn busje, dat is jouw busje. Dat is busje, hè? Nee, maar we wisten wel dat er een auto gebeuren zat. Kijk, wasboxen. Daar. Alleen we wisten dus niet dat er een hele wasstraat achter zat. Ja, en hier is boxen. Top! En hij is ook best wel goed eigenlijk. Hij ging heel erg tekeer, maar we gingen heel goed. Vrij nieuw ziet er weer uit. Maar goed, we gaan dus naar de garage. Hier rechts. En is meteen rechts, zegt Daniel. Hier, meteen de machine is hier? Ja, zie je hier? Hier? Hier linksdoor, langs de pomp. Langs de pomp? Naast die witte bus ga je. Ga je ook maar even, jongens. Ik ben er niet geweest.
En dan waar? Ja, rij maar door, zie je hem staan? Nee. Ah! Staat hij onder dak? Kijk! Daar staat hij, jongens. Toppie. Nou. Wacht ik hier even? Ja, wacht even. Neem jij deze dan maar mee? Ja. Lekker zonnetje ons gezicht. Ik ben helemaal blij met mijn mama-bussie. Schone geboetste mama-bussie. En Daniel neemt jullie mee naar het papa-bussie. Ik neem jullie mee naar het papa-bussie. En rij maar vast lekker naar huis. Ja. Zie ik je zo. Tot zo. Doeg. En hier is de CTO Auto Service, waar onze bus een grote beurt heeft gehad. Nou, dan rijden we allemaal vast in ons blauwe mama-busje. En jawel, hier is het zilveren papa-busje. En Jeanette, nou, is het weer gelukt met de grote beurt? Ja hoor, het is gelukt. De grote beurt is gedaan. Nou, dan kunnen we weer... De reparatie is uitgevoerd. Veilig rijden, super joh. Ja. En zo fijn dat we zo dicht bij elkaar wonen en zitten. Dus nou, ontzettend bedankt. Wij gaan eventjes spinnen en dan nemen we het busje weer mee naar huis. Dankjewel maar weer. En tot de volgende APK-beurt. Kijk, en daar is papa's de busje. Ja, echt blij mee. Nou, weer helemaal getuned. Zit een nieuwe accu in, want deze accu die zeg maar de besturing hier bedient was kapot gevroren. Die zit onder die stoel. En hij heeft dus ook gelijk een mooie nieuwe grote beurt gehad. Dus dan kunnen we weer veilige kilometers gaan rijden. Nou, ik ga even afrekenen en gauw meenemen naar huis. Een mooie nieuwe sticker erom van mijn achterbuurmannen. Bedankt hè. Fijne feestdagen. Tot jou. Oh ja, de postbode belde net nog aan. Ik zeg, gooi het pakketje maar over het hek. En kijk eens, al het blad is mooi weggeweegd door de gemeentetractor. Nou, en kijk eens wat een gezelligheid. Als ik in Weuzing met twee zilveren busjes. Ons blauwe schone busje onder de carport. Hallo! Hey! Daar is ons zilveren busje weer. Had je dat pakketje nog gepakt? Jazeker! Ja? Kijk eens hier! Ja, ik heb geen schoenen aan. Ja. Mooi! Poppie! En wie is dat poezel? Vintje! Dat was het zilveren busje! Ja, nou, hij is een home sweet home. Een zilveren busje en kijk. Was mooi schoongewassen. Blauwe Bessie. Dankbaar. Kom, Busseltje. Ga naar binnen. Oh, wat zo blij om hem weer te zien, vriend. Altijd weer zo blij om te zien. En na zo'n lange reis is het altijd weer heerlijk fijn. Om thuis te zijn. En daar zijn opa en oma. Hey, kijk eens. Bij de grote kerstboom. Die had oma nog niet gezien in het echt, hè? Wat een jukkel, hè? Mama en Luxie hebben de piek erin gezet. Met de hoge ladder tegen die witte. Gezellig, luidjes. Gezellig, dan gaan we weer lekker visje eten. Van onze zingende visboer. Daar hebben we wel zin in. Nou, kijk eens, onze zingende visboer Nico. Lekkere vis. Opa en oma erbij. En ook nog lekker voor Gerard en Martin. Want die zijn de hele dag onder de grond en op het dak bezig voor de warmtepomp. Dus Nico zei, daar geef ik ook een bakje vis voor. Die moeten de gevechten soepel houden. Nou, ik zeg eet smakelijk. Nou, terwijl ze hier even lekker eten. Ja, toch maar aan de vijf doen. Hè? Ja. We geven natuurlijk ook. Je gaat toch niet lopen? Gerard, Martin. Hebben jullie ook zin in een lekker gezond visje? Ik heb wat meegenomen voor jullie. Van onze visboer. Oh, ja. Een lekkere kibbeling voor jou en één voor Martin. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens, Lucius. Hey, Lucius. Is dat opa Jan? En lieve oma. Kijk, ja, daar zijn mijn opa en oma. Gezellig. Nou, dat was een lekker vis. Nu gaan we naar de vis. Ja, dan gaan we. Oh ja, oh, die moet ik even wassen. Dankjewel, prinses. Was dat een lekker visje, Martin? Ja, dat was een goed visje. Nou, super. Krijg je er helemaal op dak, hè? Top. En wie hoor ik daar weer in de gang? En ik hoor dan nog iemand in de gang. Trippel, trappel, trippel. Oh, nu want die bleef langer op school. Wil dat door naar zit? Hé, Vriend. Was het leuk op school? Zeker. Ik heb verrassingen in de woonkamer zitten, jongen. Verrassingen en voor ogen zitten. Ja. Een kikker, ja. Opa en oma kikker. Zo, nou jongen, welkom thuis. Was het leuk op school? Kijk eens, wie er in de woonkamer zitten. Kijk eens even. Oh, oma!
Hey, opa en oma. Kijk eens, daar is Luan. Terug van school. Hey, kinderen, opa en oma zeiden net, want als de kikker nou zo meteen niet meer leeft, gaan we die dan weer begraven naar Sammy, denk ik, hè? Ja. Nou, zullen we maar eens gaan kijken, hè? Gaan we eventjes, ja, nu was haar oma's hippe schoenen, ja. Oma wordt hipper en hipper. Opa heeft maar een jonge vrouw, hè? Nou, zullen we maar eens even gaan zoeken naar de kikker dan? Ja. Voordat het donker wordt, jongens. En de boom meer en meer licht gaat geven. Op zoek naar de kikker. Waar is die verstopt? Als jullie al die lucht bij, dan moeten jullie opruimen, hè? Waar is die verstopt? Ja, even opzij schuiven. Woezel, ga je meespeuren? Nou, ik denk, woezel, als ik kikker zie, dan bijt ik hem. Wij zijn bij het zwembad aangekomen. En hier ergens moet hij dus rond springen. Nou, is het goed, denk ik, om eerst uit te sluiten waar hij niet zit? Is het een meneer of een mevrouw kikker? Weet jij dat? Was het een mannetje of een vrouwtje? Een mannetje? Moet je schudden straks. Moet je schudden, zegt oma. Oké, okay, we moeten eerst even gaan zoeken. Zit hij niet hieronder? Ik heb een zaklampje. Kikkers die zoeken ook plekjes op, hè? Ga maar kijken, Luxie. Zaklampje aan. Zit hij hier niet over? Kikker. Ik zie wel andere dingen. Ja, discolampje. Discolampje. Maak eens een geluidje, kikker. Kikker? Ja, hier niet, hè? Nee. Hier zit hij niet. Kwak, kwak. Oké. Kwak. Wat wil je dan zitten? Achter de bar. Achter de bar. Gaan we maar kijken, achter de bar. Een kikker. Waar zit je dan? Kikker, maak eens een geluidje. Oh, kijk, zie hier. Ben je achter? Hier liggen handdoeken. Even kijken. Zo, we zoeken naar een lampje. Denkt hij van, ik ga even een drankje halen, even achter de bar. Ja? Kikker denk ik, dat mooie Hawaii bar. Nee, hier onder, oh, nee. Oh, Luxie, Luxie. Nee? Onder de deken? Kwaak, kwaak. Nee. Ook niet. Nee, ook niet hier. Nee. Hallo. Nou, eens even kijken. Nee. Maar kikker. Broer en zus maar even roepen. Roep je broer en zus maar even. Marcia! Hé, broer en zus roepen. Help. Zeg maar kikker, waar ben je? Kikker. Waar ben je nou? Oké, ik zie. Kom, ja. Zoeken jongens. Hier zit hij ook niet. Nee, ook niet. In de sauna. Zit hij in de sauna? Ja. Zit de kikker in de sauna? Kikker. Even lekker warm aan het worden. Kikker, hieronder. Moet je goed kijken. Zit hij daaronder? Nee. Nee, hier? Nee. Oh, Luxie, wat zit hier? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Kun eens kijken. Kun eens kijken. Zeg maar, we hebben hem. We hebben hem, Lucilla en Luan. Hij zit in de sauna. Hij zit in de sauna? Ja. Moet je maar eens kijken. Daaronder. Oh, oh, kom maar kijken. Hier, 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 hier zit hij daar. Daaronder. Onder de kachel. Mag ik zien? Ja, onder de kachel. Nee. Lux, je zag hem, hè, Lux? Hij zit onder de kachel. Dat kan wel. Hier heb ik gisteravond nog ingezet. Ja, hier. Hier achter die grot. Kijk, laat het open voor de ventilatie. Ja. Hier. Als je hem aandoet, dan gaat hij dood. Kan dat nou? Dan heb je een aantal vangende kikker. Zo zie je. En ik vanavond kikkerbilletjes. Nou, zag je hem hier echt? Ja, echt. Ja. Echt, Luxie? Ja. Ik kan haast niet. Bij de linkswem begraven. Papa. Hij deed die echt daar. Papa. Is die echt daar? Dan heb je onze flesje. En we trappen hem. We trappen hem. Adem maar in. Hoe kan een kikker in de sauna zitten? Ja, de deur is open. Hij zit hier. Hij zit hier. Het was een grapje. Was het een grapje? Jullie trappen er allemaal in. Oh. Nee, jullie dachten echt dat hij er zou zijn. Het had gekund. Maar nee, ik denk toch echt dat hij daar ergens achter al die vlootjes zit, jongens. Daar was ik mee bezig. Oh. Ja. Ja. Kijk. Ik heb jouw luier. Oh, Lucia.
kopje van papa. Mogelijk. En hier, zit hij echt niet in de bak, jongens? Nee, hè? Echt niet in de bak. Die lampje. Nee, ja, hier het lampje met weer even zoeken. Ook niet hier achter? Achter ergens? Nee, hier ook niet. Nee, daar had hij niet, dat kon hij niet. Dat is niet op daar, want daar zit hij niet. Oh, en hij is ook door. Dat is ook zo. Ja, dit, maar deze kan wel weg daar, want deze is lek. Deze is lek, die kan sowieso weg. Dit is dat dingetje. Dat is toch leuk? Voor Lucius, ja, die is wel leuk. Oké, okay, hier ook niet. En deze ook niet. Nee, wat? Jongens. Ja, deze is ook lek. Daan, die kan ook weg. Deze is ook lek. Pop, ik ben meteen even dat op te kijken. En hier? Nee. Ik heb hier wel een van hun spleetje. Dan kan die het zwembad of niet? Nee. Je kan die wel tussen, toch? Of niet? Ja, maar dat denk ik niet. Nee, oh nee. En dan zat hij hier moeten zitten. Kijk, hieronder heb je spleetje. En daar zit niks. De kikker moet er toch hier ergens zijn, jongens? Dat kan toch niet dicht zijn? Ja! Nee! Ja. Nee! Echt? Waar? Oma! Begint oma nou ook al? Ik schrik er gewoon van. Ja. Jij dacht dat dit het was. Ja, het leek er wel op, maar nee. Nee, ik trok dat plankje weg. Oma, daar gaan duizend. Ah, nee. Het was weer een mispoes. Nee. Nee. Oh. Nee. Hij is echt niet hier, jongens. Jij hebt hier nog een plissie zak. Nee. Nee. Kan dat nou toch? Hij moet hier ergens zijn, jongens. Nee, in de wc. Ja, dat kan wel. En heeft papa hem doorgespoeld. Wat? Oh, heeft opa... Opa. Waarom schrik ik daar zo van? Gewoon omdat ik gewoon even dacht dat het echt zo was. Al die dingen daar liggen. Wat was dat dan? Dat dacht jij net ook. Nou, en hier is hij dus ook helemaal niet. Bij deze hele lange strook. Nou, daaronder hebben we dus ook al gekeken. Ja, of hij moet, of we moeten het huis in zijn gelopen. Kikker. Maar zo vaak hebben we deze deur, deur niet open. Kikker. Nou, we gaan nog even kijken of hij toch ergens achter dat ding is. Onder dat ding. Ja, hier kan hij ook nog in zitten. Is hij niet. Is hij gebonden? Nee. Ja, ik dacht het een paar keer, maar... Kun je hem open? Ja, opa wil even kijken dan. We kunnen hem nergens vinden. Opa, ik heb niet gezegd dat hij... Hier ook nergens tussen, jongens. Niet. Nee. En hierin? Daar ergens? Ook niet. Kijk, als je hem nu niet terugvindt, dan vind je hem straks... Een keer terug als hij ergens dood ligt te verrotten of zo. Ingedroogd. Ja, mooi schoon hoor. Ja. Ja, misschien heb je hem wel echt opgezogen. Nee, want ik heb de zak geleegd. Je hebt de zak geleegd. Ik moest hem omkeren, want ik had geen schot van overschot. Ah, Luxie die roept nog steeds de kikker. Hey Daan, heb jij die deur open gehad? Ik heb hem open gehad, zeker. Dus hij kan ook gewoon naar buiten zijn gesprongen. Ja, ik heb er nog wat bijgevuld toen. Heeft hij 2 uur open gestaan. 2 uur open gestaan? Nou ja, als hij hier niet zit, moet hij wel buiten zijn, Daan. Hopelijk voor hem is hij buiten. En die deur heb je ook niet vaak open, toch? Die? Ja, doe jij niet, nee. Hopelijk voor hem is hij buiten. Hopelijk voor de kikker, ja, is hij toch buiten, jongens. Ja, hij is mooi schoon. Maar ja, je kunt het goed zien, er zit geen kikker in. Je kunt het zeker goed zien. Ja. Misschien gaat het helemaal langs de muur, hè? Ja, Luxie is een klein kikkertje. Zal ik helemaal een zwarte rond langs de muur? Ja. Luxie is een klein kikkertje. We hebben gewoon een Luxie kikkertje weer. We hebben wel een Luxie kikkertje voor terug. Hm? Nou ja, kijk, als we de deur openzetten, dan kan die in principe gewoon zo hop de tuin in. Daar is de vijver waar die in zat. Dan kan hij ook gewoon weer naar de vijver zijn gesprongen. Dan laten we het hopen, jongens, dat de kikker weer terug is gesprongen in de vijver. En anders dan, spijt het ons, kikker. Dat we je dit hebben aangedaan. Nou, kijk eens, in dit hele zwembad geen kikker te zien. Geen kikker te zien. Nee, en daarachter ook niet.
Daarachter hebben we hem gezocht. Staat er nog open? Hierachter. Boot, hè? Hier. Ook niet. Ja, hij is dus vanaf die buis eruit gesprongen. Toen dacht hij waarschijnlijk wat er op zijn zon. Ja. Gaan we mooi naar boven. Achter die ton zitten. Achter die ton? Nee. Daarachter. Daarachter. Oh ja, ik kan wel naar de andere kant kijken, maar ik zie nou geen kikker. Je hand is op je voet. Nee. Ik heb gekeken met de camera, er zit geen kikker. Ik kan helemaal naar die kant kijken. Opa, die had je echt wel goed laten schrikken. Ja, opa. Maar ik had jullie ook met die sauna, want jullie gingen allemaal serieus kijken. Ja, maar je hebt het gelassen. Maar je hebt het gelassen in de keuken. We hadden elkaar allemaal een beetje beet, hè? Met lapje gehouden. Ja. Nou ja. Pechkikker. Kikker is foetsie. Nou, die komen we vast wel weer een keer tegen. Straks als het zomer is, dan heeft hij misschien... Oh nee, ook niet. Hey, misschien als hij straks in de zomer is, heeft hij misschien allemaal kikkerdril in het water gedaan. Misschien kan dat wel. We hopen het, jongens, dat de kikker gewoon goed terecht is gekomen. Misschien was het iets minder idee om de kikker naar binnen te doen, maar goed. Was met de goede bedoeling. Zo eindigt onze zoektocht naar de kikker. Nee, zonder resultaat. Nou, we zijn meneer en mevrouw Kikkie. We hopen dat je je vrijheid in de natuur hebt teruggevonden. Want hier ben je nergens te vinden. Hij is nergens te vinden, nee. En anders hadden we hem ergens dood moeten vinden. Dat hebben we ook niet. Dus we gaan er vanuit, jongens, dat hij gewoon weer naar buiten is gelopen. Daniel heeft nog wel eens deze deur openstaan. Omdat hij dan de jacuzzi kan vullen. Met het warme water. En we denken dat hij dan gewoon naar buiten is gegaan. Dus... Ja? Nee, Daniel zegt bij de spinazie geen kikkerbilletjes. Nee, gewoon een raakballetje. Gewoon een raakballetje. Ja, kijk zo, heeft opa en oma meegenomen. Als wij zondag bakjes gaan maken, allemaal oude tierenlantijntjes. Kijk. Och ja, kijk. Dat is al wel 40 jaar oud, dat sneeuwman. Ja, die moet je niet veranderen. Hè. Die moet je gewoon heel goed bewaren, want die zijn al heel oud. Die zijn historisch oud. Daar kijk. Uit 1980. 80. Dan kun je die in de grond zetten. Kijk, dan hebben jullie mooi, kun je mooi een kaarsje zo in de grond zetten. Leuk, hè? Gaan we zondag mooi gebruiken, is dat? Met deze kun je dat ook. Kun je hierin? Nou, dan hebben we lekker knutselen. Ja! En spelen met oma. Thuis, kijk. Ik ga kijkjes maken. Kijkjes. Kijk eens wie hier in de hangzak zit. Bij papa. Kijk, dat panterprintje ook. Mini-me, I dat call you. Dat panterprintje, Daniel. Mini-me. Kijk dat. Ja, mooi, dat vingertje dan. Oh, schattig dat vingertje, ja. Het is Mini-me. Het is wel heel schattig dit, Daniel. Ja, ja, heb je... Afwas doen. Volgens mij, serieus, jij nog nooit een draagzak omgehouden. Ook niet met die andere kinderen. Dat is de eerste keer dat jij een draagzak... En dat panterprintje. Ja, boeien. Papa Leeuw, papa Panter. Heb je ook mannelijke panters, toch? Ik weet er heel leuk uit. Wil je de kinderen zien? Kinderen, kijk eens. Ik heb te veel gereden, kinderen. Kijk, opa, hou je handen vrij. Nee. Ja, ik vind het wel lekker. Dat pantenprintje ook. Schattig, hè? Ja, ik zie heeft hij lekker pop haar klei eten gemaakt. Die is druk en kleien met oma. Oeh ja, Luxie kan heel goed pizzaatjes maken. Lekker sausijsje. Oeh, lekker. Ja. Lekker sausijsje. Daar, oh, daar heeft ze de pop in dat stoeltje gezet. Kijk dan. Kijk of je moet een drink maken? Ja. En zo ben je dat ons busje veilig. Ons bus is weer veilig thuis. Nou, we zijn hier even lekker in de speelkamer, want ja, Lua Lucilla gaat opa uitdagen voor een potje Just Dance. Ja, gewoon, opa is toch gorilla, denk ik. Oh, doe opa maar voor Daniel. Opa mag wel op bijna komen, Lua, dan krijg ik ook nog meer punten. Opa, ja, opa de gorilla, toch? Doe maar opa mijn account, Lua, dan is opa de gorilla. Nou, en de kinderen doen het opa even voor. Nou, opa. Benieuwd hoe jij het zo op Nederland afbrengt. Ze zeggen Luan, good. Perfect. Lucilla, super. Perfect. Degene van oma. En opa is de jury, goed? Oh, Luxie ook meedoen. Ja, dans maar mee, Luxie. Met z'n allen even dansen. Ik heb blauw. Nee, jij bent...
Jezus. Zei Hans. Ja, nou. Ja. Nou, dat zijn lekker juzens. En wat eten we vanavond? Lekker opa en oma Bellinga. Hakballen. Aardappeltjes. En spinazie. En hoor ik hier gezellig. Een familiediner? Jawel. Kijk eens, het lijkt wel een kerstdiner met al die lampjes. Maar dat is het nog niet, want het is een lekker gezond spinazie met gehaktballen diner. Van opa en oma. Heerlijk, Luan. Oh jongen, het hele bord gaat er wel in, hè? En wat hoorde ik? Hé, hey, heeft oma jou verslagen? Nee, we hadden de verkeerde gewonnen. Ja, ja. Oma heeft gewonnen met Just Dance. Maar dan zie je van wie het in je geen hebt, hè, Lu? Oh ja, armpje boven tafel is iets. Aan tafel, gezellig jongens. Van oma's haakballen. Nou, eet smakelijk, luidjes. Nou, we zijn er voldaan van een middagje spelen en dansen en kleien en klutseren. En op zoek naar meneer of mevrouw Kik. Maar we vertrouwen gewoon dat hij weer naar buiten is gegaan. Terwijl opa... Is hij graag gekookt in de sauna? Nee. 70 graden. Dat kan niet. Dan had ik hem geroken. Maar ik zal vanavond alweer goed kijken. Nou, we gaan nu lekker eten. En dan in bad en in bed. Vond je weer een leuke vlog? Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. Oh ja, dan komen we open en open op de koffie. Want daarna gaan we weer naar. Zwemles. Volg je hart, woon mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, woon mee. Geniet je echt het meest.